Een van harte goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Mand in Takkie op deze regenachtige dinsdag van 11 december 2018. Was het gisteren nog mooi weer, hè? Schitterende zon. Regent het vandaag, maar ja, dat moet ik meer op Sranang, hè? Een sweet kondre futang. Nou, ik heet welkom de kijkers van de STVS en uiteraard ook de luisteraars, want we doen het weer simultaan met de SRS en ook de groeten aan de omroeper daar in de studio. Big Neef, Carlos Pinas, Fafi. Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk met onze gasten praten die we vandaag hebben uitgenodigd. En u gaat deze week hoogstwaarschijnlijk heel veel gasten zien die we het haast afgelopen jaar vaker op de vloer hebben gehad hier bij de STVS in Mand in Takkie. Zodat aan het einde van het jaar praten we weer een beetje met ze, een beetje evalueren hoe het jaar is geweest en wat de uitdagingen zijn voor het nieuwjaar. Want deze week is de laatste week voor wat Mand in Takkie betreft voor dit jaar. We gaan dus door tot vrijdag aanstaande. Nou, we hebben, we zitten dicht bij de kerstdagen en we gaan daar ook aandacht aan besteden. Want gisteren is de reuze kerstboom die we dus kennen elk jaar op het Onafhankelijkheidsplein, is gisteren dus voor de 7e keer verlicht. De verlichting is aangestoken in bijzijn van kinderen van de Hubert Stichting en Lobby Peking. De boom is ondertussen een begrip geworden, een trekpleister voor duizenden uit verschillende districten. Het aansteken van de lichten met kinderen van verschillende tehuizen is eveneens een traditie aan het worden. En voordat de lichten zijn aangemaakt, was er eerst een korte bijeenkomst. We laten u ook even de beelden zien van gisteravond op het Onafhankelijkheidsplein. Ja, en een geestelijke is dus ook voorafgegaan in gebed. De onderdirecteur van cultuur, Henriette Bolasing Helstone, heeft ook de aanwezigen toegesproken. En hier ziet u dus de prachtige beelden van de kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein. En de beelden hebben we van Starnieuws. Maar dit initiatief van ondernemer Roelis, meneer Jawala Persaat, juichen we helemaal toe. Omdat hij er niet voor schroomt om wat hij heeft te delen met de gemeenschap. Namelijk een geweldige boom aanbieden als symbool voor het licht van vrede en liefde voor elkaar. Om exact te zijn, 2011 zijn we mee begonnen. En dat is, deze boom staat voor de 7e keer, ja. 7e keer. Vrede wa mude. Gia lasma in hersranang. Tres neti de gi ibriwan. Zingen jullie nu? We. Alla la sisa. Piki fusranang. Halleluja. 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 Piki fusranang. We zijn nu beland bij het moment van de overhandiging van de enveloppe aan de vertegenwoordiger van de Meester Hubert Stichting en Lobby Peking. Het verdient navolging, zei u net. Sowieso verdient het navolging. We moeten ook gaan kijken richting andere ondernemers, want dit voltrekt zich natuurlijk in Paramaribo. We roepen natuurlijk de overige ondernemers op om dit voorbeeld te volgen. Ja, inderdaad. Je ziet om je heen een hele attractie. En steeds elke keer als je bezig bent, dan krijg je de inspiratie om het op een andere manier te doen. Ja, weer een pracht van een kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein. En de beelden die hebben we dus gehaald van Star News. En ja, natuurlijk mogen de fotoshoots niet ontbreken. Een hele grote trekpleister natuurlijk weer voor duizenden uit verschillende delen van het land. Nou, we hebben onze gasten vandaag ook. En mijn eerste gast vandaag is mevrouw Renate Wouden, de voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging. Gepensioneerden uit overheidsdienst. Want we zijn toch wel benieuwd om te weten hoe dit jaar is gegaan met de gepensioneerde mevrouw Wouden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom bij Mand in Takkie. Ja, ja. Regenachtig, hè? Ja,
Vandaar dus ook mijn stemmen, dus sorry voor die stemmen. Geen probleem. Ja, ik moet u alvast feliciteren, hoor, want ik moet zeggen dat het is goed gekomen met de... Ja. Dus we kunnen echt praten over een goed jaar. Mm-hmm. We zijn dus tevreden met de behaalde resultaten van het bijna afgelopen jaar. Ja. En kijken dus natuurlijk uit van wat het volgend jaar dus zal bieden. Mm-hmm. Ik moet zeggen, het was een zeer zwaar jaar. Ja. Zowel fysiek als geestelijk. Mm-hmm. We hebben heel hard moeten werken. Bestuur, leden en onze groep vrijwilligers. Om dus datgene wat we bereikt hebben dus te kunnen halen. Mm-hmm. Maar het is gelukt en we zijn er dus blij om. Ja. Hoe is het te gaan met de eerste uitbetalingen? Is het feilloos gegaan? Feilloos, ja. Ja. Mm-hmm. Natuurlijk wel, want 63% is mm-hmm. namelijk uitbetaald. We hadden gedacht aan 55%, mm-hmm. maar het pensioenfonds heeft er hard aan gewerkt dat 63% is uitbetaald. En 15 december worden dus 25% uitbetaald. Mm-hmm. En de overige die worden dus uitbetaald in januari, februari en maart 2019. Dus degene dus die in 15 maart nog mm-hmm. niet hebben ontvangen, die zullen dan contact moeten maken met het pensioenfonds. Want het kan best zijn mm-hmm. dat er een foutje gemaakt is of dat je bent overgeslagen, dat kan allemaal. Maar in feite op 15 maart 2019 moeten dus alle 25.000 mm-hmm. gepensioneerde ambtenaren zijn uitbetaald. Want ik dacht dat u zei dus dat er ook een groep is waarvan hun zaken nog niet duidelijk zijn. No? Ja, klopt, mm-hmm. klopt. Wij noemen het een probleemgroep. Mm-hmm. Daaronder vallen dus onder andere 600 leerkrachten, waarvan men dus niet kan achterhalen wat hun diploma's zijn. Mm-hmm. Want volgens het nieuw besluit van de onderwijsbonden worden dus leerkrachten nu betaald aan de hand van hun diploma. En het is nu op het bord van het ministerie van Onderwijs. Dus we hopen dat de ambtenaren die daar werken er hard aan zullen trekken, zodat de mensen dus tenminste januari mm-hmm. hooguit hun gelden dus kunnen ontvangen. Dat is het. En je hebt dus ook een groep ambtenaren die dus vanwege omstandigheden, je moet nu vragen waarom mm-hmm. hoor, niet in het FISO-systeem zijn opgenomen. Mm-hmm. En die groep behoort dan tot een probleemgroep en moet de zaken gaan uitzoeken om ze dus nu wel te plaatsen in het FISO-systeem. En zij gaan dus volgend jaar dus ontvangen. Ja, prima. Nu hebben we het gehad over het financieel gedeelte voor de gepensioneerden betreft. Zijn er andere knelpunten waarmee de gepensioneerden worstelen, mevrouw Wouden? Ja, die zijn er nog. Die zijn er nog natuurlijk. En een van de grootste knelpunten zijn, is onder andere die gezondheidssector. Mm-hmm. Hè? De mensen klagen dus dagelijks dat ze dus nogal vaak moeten betalen voor medicamenten. Dat medicamenten soms ook zelfs schaars zijn. Dat ze andere medicamenten krijgen dan voorgeschreven zijn. Dat is natuurlijk wel een vervangingsmiddel, mm-hmm. maar laten we elkaar niet voor de gek houden. Niet iedereen kan daar zo goed tegen. Het hangt helemaal van jou gesteld af van, kan je tegen dat vervangingsmiddel ja of nee? Yeah. Dus er zijn ontzettend veel klachten wat betreft dus de gezondheidszorg. Bij de bespreking met de president hebben wij dat natuurlijk ook wel aangehaald, hoor. Mm-hmm. We hebben dus een aandacht daarvoor gevraagd, omdat dat toch wel ernstige vormen beginnen aan te nemen. En wij als bond, we zijn dus niet in staat om dat probleem op te lossen. Het is iets dus voor de overheid, iets van het ministerie van Volksgezondheid. Maar men dient het dus wel aandacht aan te besteden. Want wanneer je dus gepensioneerd bent, moet men mm-hmm. de rekening mee houden dat jouw bron van inkomsten dus veel en veel minder is. En als je dan daaruit ook nog voor medicamenten moet gaan betalen en ook nog op wachtlijsten moet staan voor wat dan ook, dan krijg je dus dat jouw levensduur eigenlijk verkort wordt door ergernis en door ellende. Ja, ik weet dus dat er ook een groep is waarover u ook vaker hebt gepraat, mevrouw Wouden. Dan komen we terug naar dat financiële gedeelte. Dat zijn dus de onderstand genietende. Hoe zit het met die groep? Dat is een probleemgroep, hoor. Een probleemgroep omdat wij dus, laat ik zeggen, je praat over die groep, je vraagt een heleboel voor die groep, maar in feite is er niet zoveel uit de bus gekomen. Mm. Het enige wat ze hebben gehad tot nu toe is die 100 tonnen SAD koopkrachtversterking. Dus wij zullen, we blijven eraan trekken, laat ik dat zeggen, we blijven eraan trekken. Maar omdat het een groep is
die dus niet in dienst is geweest van de... Ja, nee, ze zijn wel in dienst mm-hmm. geweest van de overheid, mm-hmm. maar ze hebben geen pensioen betaald, mm-hmm. vormt dat een probleem. Yeah. Van hoe moet je dat allemaal oplossen? Yeah. Dus wij zullen dus het komend jaar extra aandacht daarvoor vragen. Want het zijn mensen die een inkomen hebben tussen de 250 en de 350 SRD per maand. Dat is het, wat ze ontvangen. Daar is niet toereikend dus. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja. We gaan naar een nieuw jaar. Wat zijn de uitdagingen voor het komend jaar? Als de gepensioneerden betreffende. En BBGO, misschien heb je wat plannen op tafel. Dat is natuurlijk heel wat. Mm-hmm. Heel wat hebben we op onze verlanglijstje staan. Laat ik zeggen, het is natuurlijk dit jaar begonnen. We gaan mm-hmm. er dus volgend jaar mee door. Yeah. Dat van die onderstand genieten, dat is natuurlijk ook wel één. Mm-hmm. Het volgende is dat wij al zijn gestart hoor, met de voorbereidingen, de renovatie en de uitbreiding van onze bondsgebouw en van onze recreatiezaal daar achter het bondsgebouw. Mm-hmm. Het is te zien dat we de laatste tijden een zalen moeten huren om onze activiteiten dus te kunnen uitvoeren, omdat het aantal leden drastisch is gegroeid. Mm-hmm. We hebben 100% een groei van leden gehad binnen één jaar, dus dat begrijpt u dan. Heb je een zaal waar nauwelijks 100 leden in kunnen. Dus wij moeten dus daaraan gaan werken. Mm-hmm. Ook natuurlijk onze kantoorruimte is piepklein. Een volgende uitdaging is dat wij dus gaan starten met de ontwikkeling van onze recreatieoord. Mm-hmm. Dat is echt een voortgang, want we zijn natuurlijk ook al begonnen. Ja. Dat is dus in het district Para. Okay. En daar zullen we dus de nadruk natuurlijk leggen op de senioren, burgers en vooral dus ook met mensen met een beperking wat betreft dan de inrichting van het recreatieoord. Dus heel wat plannen op stapel. Ja, en ze kosten allemaal natuurlijk aandacht wat geld. Goed, we gaan naar de afronding, mevrouw Wonen. Ik heb begrepen dus dat u vrijdag aanstaande uw jaarlijkse kerstviering hebt met BBGO. Ja, klopt, wat gaat klopt, er gebeuren? Klopt. Oh, we hebben natuurlijk een gezellig voorprogramma, want het is end of the year en kerstviering doen de twee samen. En daarna hebben we dus natuurlijk een gezellige kerkdienst, waarbij we dus op gepaste wijze het jaar afsluiten. Ja. En natuurlijk ook natuurlijk het nieuwe jaar op die manier dus willen ingaan. En dat is dus aanstaande vrijdag. We beginnen om 10:00 in KKF. En u gaat het niet willen geloven, maar we hebben dus 2000 leden. Mm-hmm. Dus we verwachten dus 2040 eigenlijk hebben zich geregistreerd. Dat is het aantal dat we dus dit jaar zullen moeten verwelkomen. Mm-hmm. Om samen dus met het bestuur dus het jaar op gepaste wijze af te sluiten. Geweldig. Heel veel succes toegewenst, mevrouw Wouden, met alle goede werk waarmee je bezig bent. Bedankt. Met de gepensioneerden. En heel veel succes toegewenst voor het nieuwe jaar. Hartelijk dank. Dankjewel. Ja. Renate Wouden, de voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden, hadden we vandaag in Mantintaki. En 36 jaar na de 8 december moorden en 18 jaar na het stuiten van de verjaring is de zaak tegen ex-ministers Harvey Narendorp en John Harjo Prayut nog gisteren in behandeling genomen. En de officier van justitie Astrid Niamat heeft de zaak op de zitting voorgedragen. U ziet in beeld een foto van de heer Narendorp. Die is dus minister geweest in de periode 80. Ook de heer John Harjo Prayut, daarvan hebben we dus geen foto nog. Rechter Alida Johans heeft de verdere zitting uitgesteld tot donderdag. En de raadsman van Narendorp, Erwin Kanhai, heeft na afloop tegen journalisten aangegeven dat hij excepties zal opwerpen. Volgens de advocaat heeft het Openbaar Ministerie zijn vervolgingsrecht verspeeld. Bij het afsluiten van het gerechtelijk vooronderzoek is volgens Kanhai ook een fout gemaakt. Hij wilde niet ingaan welke bezwaren hij naar voren zal brengen. En de zaak tegen Narendorp en Harjo Prayut, die in Nederland woont, is niet behandeld door de krijgsraad. Zij waren ministers en moeten bij de gewone rechter verschijnen. Ook Badrissein Sital was minister in december 1982. Hij is intussen overleden. De zaken bij de krijgsraad zijn intussen zover waarbij het vonnis moet worden geveld. Nou, mijn volgende gast is de man die komt uit het westen van het land, oosten, noorden, zuiden, vanuit Latour. Klopt. Dat is meneer Wilgo Koster, de man met diverse petten op. En in die hoedanigheid hebben we hem vandaag uitgenodigd.
Want we zijn toch wel benieuwd hoe het Haas afgelopen jaar is geweest. Onder andere voor Stubila, want u bent de coördinator. Hè? Klopt. Welkom in Martin Takje. Dankjewel. Goed zo. Hoe is het jaar gegaan met Stubila? We mogen best tevreden zijn. In die zin dus dat we andermaal hebben kunnen werken voor die gemeenschap. We hebben leuke dingetjes kunnen doen. En het mooie van is dat wanneer je denkt dat je het niet zal lukken, of wanneer je denkt dat je in de steek gelaten wordt, dan krijg je hulp. Je weet, het is een welzijnsorganisatie. We kregen geen subsidie, we kregen geen donaties al zodanig. Dan is het wel prettig als op een gegeven moment je een beroep doet op onder andere het bedrijfsleven, de media, buurtbewoners, om te zeggen van hé, we gaan het zelf moeten doen. En ik denk dat, ik denk niet, het is ook dit jaar gebleken dat wanneer je goede activiteiten op poten kan zetten, wanneer mensen zich ervan bewust zijn dat zij het leven moeten maken, hè, het leven moeten zij laten leven, dat je die ondersteuning van ze kreeg. En ik mag best wel tevreden zijn. Ik denk ook het bestuur, ook de vrijwilligers. Mm-hmm. Als je alleen maar niet nagaat dat het ons dit jaar gelukt is om een groep jongeren te trainen om vrijwilligers te zijn of te worden voor Stubila. En als je merkt dat er nog altijd mensen zijn die komen om je te ondersteunen om trainingen, cursussen op te zetten waarbij ze geen gigantische bedragen vragen, dan is het wel leuk om te horen. Hè? Want dat gaat nogal moeilijk, hè, om vrijwilligers te vinden. Zonder meer. En ik denk niet dat het alleen bij Stubila zit, het is overal. Mensen vechten om te overleven, je kan ze eigenlijk niet meer kwalijk nemen. Maar ik blijf het altijd zeggen, als we allemaal klagen en niet letten op onze jeugd, op onze jongeren, dan gaan we een probleem krijgen als we ouder worden. Ja, ja. U haalt dat van de jongeren aan. Latour is een kinderrijke buurt. Is dat doel bereikt om de jeugd middels de activiteiten van Stubila te bereiken? Ik zou niet zeggen allemaal, maar we bereiken ze wel. En je merkt ook dus dat er steeds meer ouders ook reageren. Steeds meer ouders bellen nu naar het centrum om mee te doen met de activiteiten. Ja. Mensen worden ervan bewust van, hey, mijn kind moet na school ook nog aan sociale activiteiten gaan doen. Dat helpt ook een stukje de vorming. Hè? Ja. Je weet, het, vorming van kinderen heeft te maken met je school, je huis, je milieu, daar alles wat je bent, waar je woont. En ik merk dus dat de trend die we hebben ingezet, we merken dat nu meer ouders, meer jongeren ook naar het centrum komen om mee te doen met activiteiten, maar ook hun ideetjes uit te wisselen. Want u moet niet vergeten, het is niet altijd even prettig of even makkelijk om te denken van oké, en hoe pakken we dit aan? Terwijl heel eenvoudige burgers die langskomen en die gewoon iets zeggen van luister, dat is het probleem. We gaan het zo aanpakken. Nou, dan is het opgelost. En het is heel mooi van het buurtwerk, dus dat eigenlijk er geen drempel is. De jongeren die komen aan hun trekken. Ik moet wel eerlijk zijn dat het bestuur me wel heeft gevraagd van wil je ook een beetje denken aan de ouderen? Ja, want daarop zou ik net komen, want niet alleen de ouderen, niet alleen de jeugd komt daar aan hun trek, heb ik begrepen, maar ook de senioren worden goed bezig gehouden. Ik heb begrepen dat er computerlessen worden verzorgd aan onder andere senioren. Klopt. Dat is nieuw nog? Dat is nieuw? Nou, het is nieuw voor ons als buurtwerk, maar ik mag u vertellen dus dat we inderdaad de actieve zoals daar hebben, Hortensje. Hè? Het zijn dus een groep van 60-plussers die elke week bij elkaar komen. Die mensen zijn zodanig georganiseerd dat eigenlijk ik niet meer hoef te bemoeien. Maar natuurlijk blijf je even letten. En ik moet u zeggen dat zeker vanaf 2015 zijn we bezig geweest om te kijken van hoe kunnen we onze biesmas ook leren om met de computer om te gaan. Gaat u even naar 2015 en kijk wanneer we het pas kunnen uitvoeren. En het heeft te maken gehad omdat je dus iemand moet vinden die een beetje geduld heeft. Maar ook die niet te veel gaat vragen. Weet je, want mensen geloven dat als ze veel geld hebben, dat ze dan goed zitten. Ik zeg iedere keer, je mag zoveel geld hebben, maar als je ziel, lichaam en geest niet prettig zit, dan heeft het geen waarde. Gelukkig hebben we dus nu een mevrouw die gezegd heeft van luister, ik wil het voor zo'n bedragje doen. En de oudere mensen daar, die betalen ook hun eigen lesgeld. Het was heel leuk om te zien, ze zijn nu in een tweede stap, want ze zijn nu bezig met Word en het is dan prettig om ze te zien met de muis die ze bang waren om aan te raken.
Het project loopt heel mooi en ik heb ook gemerkt dat er nog meer biesma's zijn die zich aanmelden. En we hebben dit gedaan omdat gebleken is dat heel veel van onze mensen hun kinderen in het buitenland zitten. Ja. En die hebben een laptop, die hebben een computer thuis, maar die weten niet eens te skypen. Ja. Of te zeggen van we gaan een chat, phone call of hoe dat ding heet, plegen. Of ze hebben nou van die geweldige telefoons. Ja. En dat ze weten, via internet kan je dus makkelijker contact hebben met je kinderen. Mm-hmm. Onderschat het niet, er zijn heel veel van onze biesma's. Nee, niet weten hoe dat ding werkt. Ja. En dat hebben we kunnen merken. Dus we gaan ook een internettraining geven. Dat ze weten van ik kan mijn kinderen ook zo bereiken. In plaats van bel te goed te zetten en bellen en klagen van bel te goed dieren. Ja. Weet je, dus dat alles neem je mee als organisatie. En dan kijk je van hoe kan je daarop invulling geven. Mm-hmm. Maar dat haalt niet meer. Onze biesma's die hebben ook hun eigen reisjes die ze regelmatig maken naar het binnenland. Ja. En ze zijn soms geweldiger dan u en ik. Ze gaan zelf naar buiten Suriname. Dus je precies maar om je naar jou. Ja, klopt. Maar goed, dus, dat is heel goed. Dus het is heel mooi om te zien dat mensen zich organiseren. Ja. Niet zitten wachten, hè, want dat is wat we ook vaak willen doen. We willen wachten. Maar dat je zelf eigen initiatieven neemt en dingen gaat organiseren. Ja, geweldig. Nu even een andere pet op. Hoe gaat het met de padvinderij? Want is er nog voldoende animo voor de padvinderij in Suriname? Ik blijf het altijd. Ik blijf het zeggen. Kinderen willen altijd. Mm-hmm. Kinderen willen altijd. Het zijn volwassenen die niet kunnen. Mm-hmm. Het zijn volwassenen die het altijd moeilijk hebben. Het zijn volwassenen die het super druk hebben. Hè? Dus eigenlijk moest het woordje druk niet bestaan. Want het woordje druk wordt drukker gemaakt. Ja. De animo is er wel. Maar mensen willen nu ook zelf praten in termen van, krijg je geld? Nee, het is een vrijwilligersorganisatie. En het is jammer dat op grond daarvan er mensen zijn die zich niet aanmelden. Daarnaast moet je ervan houden. Je moet van het buitenleven houden. Leg ons het belang uit van de padvinderij. Nou, waarom zou ik moeten kiezen om in de padvinderij te komen? Klopt. Ik zal vertellen dat als ik kijk naar mezelf, heeft het mij gevormd. Mensen vonden mij ondeugend vroeger. Mm-hmm. Mensen vonden dat, daar ik niet. Als ik zo naar u kijk, ben ik nou een baby. Klopt, toch? Dat is oké. Ja, toch? Ja. Maar de padvinderij die geeft wat richtlijnen aan in je groei en bloei, in je opvoeding. Mm-hmm. Sowieso als het gaat om een stukje discipline. We stimuleren je om je verder te ontwikkelen. We gaan erop toezien dat je niet bij ons in de organisatie zit en dat je niet naar school gaat of als je klaar bent met werk, dat je geen werk hebt. Nee, je bent op dat moment moet je een burger worden van die samenleving. Ja. En daar gaan we op zitten. Mm-hmm. Daarnaast wordt er ook gelet op jouw gedragingen. En je begrijpt wel dat we geen toverstok hebben om kinderen of volwassenen een goed gedrag aan te bieden. Je moet het sowieso vanuit huis hebben. Mm-hmm. Dus sowieso werk je mee aan dat soort vorming aspecten. En natuurlijk leer je ook omgaan met de weinige middelen die je hebt. Ja, ja toch? Dus het is niet van dat je alles moet hebben. Mm-hmm. Zoals we laatst in het nieuws weer een lelijk bericht hebben mogen horen van een jongen, weet je, met eten en geld en dat soort toestanden. Nee, je moet kunnen werken aan jezelf, maar ook ja en nee kunnen zeggen en ook weten wat goed en wat slecht is. Maar ook als er zaken zijn die niet correct zijn, dat je ook eerlijk voor de dag uitkomt om dat te zeggen. Vaak vinden mensen jongeren brutaal als ze hun mening uiten. Maar ik zeg ook, laten we kijken naar onze opvoedingspatronen. We worden toch vaak gedrukt om te zeggen, hou jij je mond dicht. Mm-hmm. Je hebt niks in te brokkelen, sorry, daar gaat het om. Je wordt iets ouder, je wordt opstandig. Hoe ga je nou met al die gevoelens, emoties om? Nou, in de scouting, dan gaan we daarmee aan de slag. Mm-hmm. En je bent verplicht mee te doen, in die zin van een presentatie houden, een activiteit te organiseren. Weet je, dat je een sterke burger wordt. En niet eentje wordt die zit te wachten of te zeggen van wachten, ik ga kijken wanneer ze weer wat gaan verdelen of kom longo snel. Nee, hoe kunnen we het beste van het leven maken? Mm-hmm. En dan ga je natuurlijk ook kamperen. Yeah. Je moet heel veel zelf ook kunnen organiseren. Ik had afgelopen weekend een activiteit. En een jongere zei het zo mooi. Ik ben naar de padvinderij gekomen omdat ik een das wilde leren binden. Mm-hmm. Want mijn vader die klaagt iedere keer over hoe hij zijn das moest binden.
Nou, ze kwam er en ze zag dat inderdaad het niet alleen om dasbinden gaat, maar ze zag meer. En ze zegt dat heeft haar geïnspireerd om te blijven. Weet je, dan zeg je van oké, dit is wel mooi om even zo aan te horen. Er is dus veel meer dan alleen maar een knoop binden. En daarom nodig ik ook iedereen uit vaak om te zeggen van kom even kijken. Ja. Eigenlijk leer je durven. Dus waar je niet zou kunnen of zeggen ik kan niet, want dat is wat we vaak doen toch. Dan zeggen wij nee, je hebt het nog niet geprobeerd en waarom zeg je niet kan? Nou, ga durven, ga proberen. Dus daarom gaat iedereen op. En de padvinderij op zich die gaat goed, want volgend jaar, we zouden 95 jaar. Dat is geweldig. En dat betekent ook dat volgend jaar we ook zitten met een grote activiteit. We moeten met onze kinderen gaan naar de Jamboree in West Virginia in Amerika. We gaan die gemeenschap wel nodig hebben, want dat zijn dieren. Ja. Een van de dingen is dat we bezig zijn met de kleurkaartenactie. Okay, geweldig. Dus wanneer je onze school straks ziet, ondersteun. Want we willen met 50 kinderen er naartoe. En, ik ga eerlijk zijn, het kost wel aardig wat geld. En dit heeft gemaakt dat een aantal kinderen ook intussen zich hebben teruggetrokken. En ik vind niet dat we kinderen moeten uitsluiten omdat er geen geld is. Okay. Ja toch, ik zeg van nee, voor mij moeten kinderen mee kunnen doen, ongeacht. En daarom gaan we die gemeenschap vragen om ons te ondersteunen. Goed. Een ander deel, dat zijn de kleintjes die gaan naar Jamaica, die hebben hun eigen geen jamboree, cubberee. Maar natuurlijk pleiten we ervoor dat die ondersteunt, omdat wij 95 jaar, dat valt heel mooi, gaan vieren in Suriname met de padvinders, maar ook tegelijkertijd richting de Jamboree opgaan, waar deze kinderen voor hun leven 40.000 padvinders zullen ontmoeten. Geweldig. Dus dat willen we allemaal gaan doen met padvinders. Geweldig. Tot slot, meneer Koster, we gaan een jaar afsluiten en we weten dus dat vooral jongeren uit hun dak gaan bij afsluitingsactiviteiten. Wat is uw boodschap in dit kader? Nou, ik wil ze sowieso vragen zichzelf te blijven, zichzelf te zijn. Ik kwam ook hier en ik zei van God, eigenlijk zo STVS, want hun visie is dat ze voortouw gaan nemen voor als het gaat om uitzending, televisie maken. Hè? En ik heb zoiets van, we zullen vanaf nu eigenlijk elke dag jongeren moeten erop wezen van hey, let op vuurwerk, let op je gedrag, let op je drinkgedrag. Want wat gaan we doen? We gaan weer eigenlijk een beetje anders willen zijn dan de anderen. We gaan stoer willen doen. We gaan willen laten zien hoe geweldig we zijn. Het is nergens voor nodig. Want eigenlijk vernietig je jezelf. Ja toch, we hebben tafereeltjes gehad waar jongeren straks, als we Bangara-estafette gaan hebben. Hoe kleed ik me? Hoe ga ik er naartoe? Wie zijn mijn vrienden die ik allemaal pak? En wat ga ik eten? Wat ga ik drinken? Laat je niet misleiden. Want daarna zeggen we ook, drugs is ook een sluipend gevaar. Weet je, dat soort dingen gaan zich weer willen voordoen. Seksualiteit is weer gevaar dat gaat plaatsvinden. De winkeliers gaan willen verkopen natuurlijk. En ga niet letten op, nou ben je jong of oud. Je bent stoer als je weet te gedragen. Geweldig. En dat moeten ze gaan doen straks. Geweldig om daarmee te beëindigen, meneer Koster. Heel hartelijk dank. Heel veel succes toegewenst met alle goede werk waarmee u bezig bent. Dank en ook voor het nieuwe jaar. Heel veel succes toegewenst. Dank u wel. De heer Wilgo Koster hadden we vandaag in Mantitak. We gaan naar de afronding, maar ik wil nog even aandacht besteden aan dat van die zes Chinese trawlers, hè, die dus illegaal bezig waren voor onze kust. De Surinaamse visserijorganisaties hebben nog vertrouwen in de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekram Sorjan. En dit hebben zij dus gisteren bevestigd tijdens een persconferentie. Het gaat om de zes Chinese trawlers die vorige maand voor de kust van Suriname waren aangemeerd in afwachting op hun visvergunningen. En volgens de organisaties gaat het om een Surinaams bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De Surinaamse visserijorganisaties zijn ervan overtuigd dat de minister volgens de wet zal handelen om de visserijsector te beschermen. Dat er vertrouwen is in de minister, dat wil ik voorop stellen. Hij heeft gesteld van luister, we gaan allemaal volgens de wet en recht werken. En tot nu toe hebben we geen twijfels aan hem gehad. Het heeft wel iets langer geduurd dan we verwacht hadden. Het inspectierapport openbaar werd gemaakt. En wat daar staat en wat de minister ons beloofd heeft, is dat er
geen visstrolvergunning zoals we dat kennen op dit moment aan hun verstrekt zal worden. De eis is dat deze boten terug moeten naar het land van herkomst. Volgens de huidige visserijwet mogen deze schepen niet in onze wateren vissen. Als wij de Surinaamse visrijke gebieden willen behouden, moeten ze beschermd worden. Dit komt vandaag weer aan de orde tijdens de persconferentie van het Visserscollectief, de Federatie van Surinaamse Agrariërs en de Surinaamse Seafood Associatie. Deze stakeholders zijn van mening dat als de Chinese trawlers toestemming krijgen om in Surinaamse wateren te vissen, het schadelijke gevolgen zal hebben voor de visserijsector. Op elke diepte wordt er vis gevangen. En als je op één diepte alle vis wegvangt, krijg je geen vis meer in de andere zones. Want onze vis gaat van binnen naar buiten, van binnen naar buiten. En op elke diepte wordt er vis gevangen. Dus men ook in de dieptes waar wij commercieel niet actief zijn, daar gaat die vis allemaal naartoe. En op een gegeven moment keert het weer naar binnen. Dat is de cyclus. Dus je kan niet toestaan dat je een nieuwe type visserij gaat creëren, waarbij daar alles wordt weggevangen. Want dan hebben wij straks ook geen vis meer. En dat zei Udo Karag, hij is de voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie. De Surinaamse visserijorganisaties hebben gisteren dus aangegeven dat ze nog vertrouwen hebben in minister Lekrem Sojourn van Landbouw, Veeteelt en Visserij als het gaat om de visserijsector. Nou, hiermee hebben we het gehad voor wat betreft deze aflevering van Mantitaki. We hebben aandacht besteed aan dat van de gepensioneerden uit overheidsdienst. We hebben een beetje gebabbeld met de heer Koster over het vrijwilligerswerk als het gaat om Stubila en ook de padvinderij. En ook aandacht besteed aan een reuze kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein. En ook even voor wat het strafproces van 8 december betreft. Voor een nieuwe aflevering graag tot morgen. Ik wens je een hele goede dag verder. Dag.